de tagline van Protix zou ik moeten weten. En die is The Flying Revolution. The Flying Revolution. Yes. De missie van Protix is om, om de balans terug te brengen in het voedselsysteem met behulp van duurzame eiwitten die we uit insecten halen. En Protix produceert larven van de Black Soldier Fly. Dat doen we op basis van plantaardige reststromen van de agri-food sector. Protix produceert vetten, eiwitmeel, fertilizer, maar we produceren ook levende larven. En die worden dan gevoerd aan kippen die natuurlijk hun eieren leggen, genaamd oerei. En dat is ook een product van Protix. Normaal gesproken worden de oceanen leeggevist om aan vismeel te komen. En eigenlijk vervang je met de eiwitten van Protix het vismeel. En dat is dus een veel duurzamere manier. Protix is bijzonder omdat we op een hele duurzame manier eiwitten kweken. En daarbij zorgen we eigenlijk voor een veel lagere footprint. En bovendien maken we ook veel minder gebruik van land, energie en water. Protix is een echte pionier omdat we alles zelf ontwikkelen binnen het bedrijf. Van software tot machines, maar ook protocollen hoe we omgaan met de Black Soldier Fly. En dat maakt Protix toch echt uniek. Ik denk dat we begonnen met iets heel kleins. En als je nu kijkt naar dat alles eigenlijk geïndustrialiseerd is. Als je kijkt naar de fabriek alleen al, is het resultaat van pionieren. Nou, wat Protix echt onderscheidt van andere insectenkwekers, is dat Protix een heel sterk engineeringsteam heeft. En dat werkt heel nauw samen met de R&D-afdeling. En zo maakt Protix dus machines die heel goed aansluiten bij de biologie van het insect. Het gevolg van het gebruik van Protix zorgt eigenlijk gewoon voor een duurzamere wereld. Een lagere footprint voor de mens. En het zorgt ervoor dat we eigenlijk kippenvlees kunnen blijven eten. Maar daarom hoeven we ons gewoon minder schuldig te voelen. Wat ik fijn vind aan het werken voor Protix is dat ik hiermee bij kan dragen aan het verduurzamen van onze wereld. En zo dus onderdeel ben van de oplossing en niet van het probleem. Ik vind het bijzonder om bij Protix te werken. Ten eerste omdat ik het heel belangrijk vind om een goede werksfeer te hebben en lol te kunnen maken met elkaar. En daarnaast vind ik het heel fijn of belangrijk dat we aan een innovatieve, duurzame toekomst kunnen werken.